Op vraag van het district Berchem legt Posthof op ongebruikte plekken in de stad buurtmoestuinen aan. Sinds 2013 kreeg op die manier meer dan 5000 vierkante meter ongebruikte ruimte in de stad een nieuwe groene publieke functie. We zijn sinds 2013 bezig met het moestuinproject en dachten dat het wel eens tijd was om de balans op te maken. En alle tuiniers die we tot nu toe hebben verzameld, om die samen te brengen en een feest te vieren. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Wat is dan nu eigenlijk dat moestuinproject? Wel, wij gaan op zoek naar braakliggende gronden in Berchem en daarbuiten om eigenlijk samen met de buurt daar aan de slag te gaan en daar een moestuin te maken. Als die groot genoeg zijn, dan kweken wij daar zelf ook groenten. En dat kan ook samen met organisaties zijn, zoals scholen of zorgcentra. Hoeveel moestuinen hebben jullie zoal gecreëerd in Berchem? Maar in totaal hebben we er 12 al gemaakt in Berchem. Groot en klein, dus dat is zeer divers. We willen enerzijds gezonde voeding toegankelijk maken voor mensen. Dus de mensen de kans geven om zelf in groenten te kweken. En anderzijds is het eigenlijk ook een heel belangrijk sociaal element van dat we eigenlijk buurten proberen samen te brengen. De sociale cohesie, zoals men dat dan zegt. Want jullie stellen ook mensen te werk. Dat klopt, ja. We hebben 3 gasten in dienst die de moestuinen aanleggen, groenten kweken zelf en ook het onderhoud doen. En die zijn sociaal te werk gesteld bij ons. Wat is de toekomst van dit project? Wij hopen eigenlijk in nauwe samenwerking met de stad nog veel extra gronden te kunnen publiek maken, want dat is eigenlijk wat wij doen. En ook eigenlijk heel lokaal groenten telen. Dat is ook een heel belangrijk ding voor ons. Via de Velkes komt dus een EVT op de Velkes. En die heeft alle... Wat hebt u allemaal bij? Ik heb courgette bij, Maria Distel en cayennepepers. Wat gaat u ermee doen? Ik wandel straks naar mijn tuin in de bibliotheek en ik stop die vandaag de grond nog in. En dan... veel liefde en een beetje water en wat zonneschijn en dan komt dat wel goed, hoop ik. Bent u een tuinier? Ik ben een groentje in de moestuin, zoals ze zeggen. Het is mijn allereerste seizoen. En het is vooral proberen, zoals Bram zegt. Proberen. En elk jaar gaat dat wat beter gaan. Dus vooral veel goesting en heel nieuwsgierig.